Hey guys, super tof dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Als je denkt, goh Sabine, wat ben je bruin. Ik ben net terug van onze vakantie naar Italië. Daar heb ik je een paar weken geleden natuurlijk al iets meer over verteld. Ik heb heerlijk genoten van mijn gezin, van de camping in Italië, van het mooie weer. En nu ben ik er weer. En natuurlijk kon ik Italië niet verlaten zonder de nodige culinaire souvenirs mee te nemen. Ik heb twee hele zware tassen vol met Italiaans lekkers. En het leek mij wel leuk om je in deze video te laten zien wat ik allemaal heb meegenomen tijdens onze vakantie. Ik moet zeggen dat ik dit trouwens allemaal in de camping supermarkt heb gekocht. En die supermarkt, we zaten in Park Albatros aan de Toscaanse kust. Onze supermarkt was zo ongelooflijk uitgebreid. Daar was zoveel te krijgen dat ik helemaal niet echt de camping afhoefde om dingen te kopen of zo. Dus dat was echt heel fijn. Maar goed, laten we gauw beginnen. Ik weet niet meer precies waar ik wat in heb gegooid, dus ik begin gewoon bij het begin. En in deze tas kom ik heel veel pasta's tegen. Ik kocht heel veel soorten pasta's. In Italië heb je gewoon een heel gangpad vol in de supermarkt met verschillende pasta's. En ik vond het wel leuk om wat soorten mee te nemen die je hier in Nederland niet hebt. Of die een stuk lastiger te krijgen zijn. En ik begon met deze gnocchi sardi of zo. Kijk, deze vind ik wel heel erg leuk. Ik ga eerst alle pasta's wel even langs, dat is wel zo makkelijk. Dit is farfalline, denk ik. Tenminste, ik neem aan dat je het zo uitspreekt. En dat is een soort van strikjespasta, maar dan klein. Leek mij wel heel erg lekker in soep of zo. Dan heb ik ook nog casserecce, deze pasta. Ik kom om in de pasta's de komende weken, wat ik prima oké vind. Deze vonden we ook heel erg lekker. Deze hebben we al gegeten op de camping. Dit is reginette. Heel erg lekker als je van de tagliatelle bent of van de pappardelle of zo, maar dan net even iets anders wil. Hij is echt heel goed. En dan heb ik er nog eentje. Maar deze zag ik toevallig gisteren toen ik boodschappen ging doen met de Albert Heijn hier. Hadden ze deze ook. Maar dit is orecchiette of zoiets. Oh nee. Deze zag ik gisteren. Kijk, twee soorten orecchiette. Dit is orecchiette pugliese. Zo, kijk, het is net even ietsjes anders. Het is een soort van schelpjespasta. Kijk. Dus dat. Dat waren de pasta's. Dat zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6 zakken met pasta's. Maar lijkt mij wel heel erg leuk om daar iets lekkers mee te maken in ieder geval. Natuurlijk kon ik Italië ook niet verlaten met een hele goede fles olijfolie. Dit is extra virgin olijfolie van de eerste persing. €24,50 per fles. Maar is wel echt, ja, je moet gewoon een goede olijfolie in huis hebben. Niet eentje om mee te bakken, maar eentje om salades mee aan te maken, dressings en dergelijke. Of om brood in te dippen. En ik kocht deze in een hele mooie fles, die je later ook gewoon nog kunt gebruiken voor, weet ik veel, om een bloemetje in te zetten of zo. Mooi, hè? Laudemio Olio Extra Vergine di Oliva. Kijk, met een heel mooi logootje. En het zat in een toffe bewaardoos. En dat vind ik, ja, ik weet niet. Ik ben een sukker voor verpakkingen. Hebben jullie dat ook? Altijd als ik aangesproken word door een verpakking, denk ik, oh, dan neem ik wel mee. Want de verpakking ziet er mooi uit. Ik kocht 3 soorten rijst. Allereerst nam ik deze mee. Een Thai bonnet of zoiets. Staat er ook op deze. Het is een langkorrelige rijst die je vooral kunt gebruiken voor rijstgerechten uit de oven bijvoorbeeld. Of voor Indiaanse gerechten. Dan nam ik uiteraard ook nog een zak arborio rijst mee. Want daar maak je allerlekkerste risotto's mee. En toen zag ik ook nog eens deze. Dat was type nummer 3. Kijk, we hebben deze. Ga ik dit kunnen doen? Kijk. Oh, 3 zakken. En ik wilde ze alle 3 omdat ik gewoon heel nieuwsgierig ben naar wat erin zat. Arborio rijstjes voor de risotto. Deze type rijst is ook voor risotto. En voor ricette raffinate. Misschien voor rijsttoetjes of zo. Anyway, ze zijn 1 kilo per stuk, deze zakken. Dus daar kan ik even mee vooruit. Dan kocht ik ook nog
bloem. En dan zul je denken, waarom koop je nou bloem in Italië? Want dat heb je hier ook. Dit is type 00 bloem. En dit is de allerbeste bloem die je kunt gebruiken voor het maken van pasta en voor pizzabodems. Nu kun je dat hier in Nederland ook wel krijgen, maar daarvoor moet je toch al gauw naar speciaalzaken. En hier in Apeldoorn hebben we die niet echt. Dus ik dacht, ik koop gewoon 2 kilo pakken bloem 00, zodat ik daar mijn lekkerste pizzabodems mee kan maken. En ik wil al heel lang graag een keertje zelf pasta maken. Heb ik nog nooit gedaan. Maar dat wordt de hoogste tijd en nu heb ik daar dus ook de goede bloem voor. Tot slot. We kochten ook nog wijn trouwens. Van hetzelfde merk als waarvan de olijfolie is. Maar die heb ik in de wijnkast laten staan. Dus die laat ik je niet zien nu. 2 flessen rosé. Nee, dat zeg ik verkeerd. 3 flessen wit en 1 fles rosé. Kochten we nog. En tot slot kwam ik dit tegen in de supermarkt. En dat vond ik wel heel erg grappig. Het zijn een soort van... ja, maaltijdmixjes, inclusief alle kruiden. Kijk, het staat er ook op. Dit is risotto met pecorino en peper. Dit is truffelrisotto. Daar zit de rijst al bij. Kijk, ik weet niet of je het kan zien. Ja, ja. Kijk, alle kruiden en de rijst zit er al in. En ik geloof dat het de bedoeling is dat je hier dus gewoon water aan toevoegt en het aan de kook brengt. En dat dit dus uiteindelijk al perfect gekruide risotto wordt. Ik vond het er in ieder geval heel erg leuk uitzien. En ik ben gek op truffelrisotto. En ik wilde al heel graag een keertje de pasta pecorino en peper proberen. Maar ik ben ook heel nieuwsgierig naar dit risotto. En ik kocht een kruidenmixje voor aglio, olio en peperonico. Dus dat is met pepertjes en knoflook voor pasta. En kijk, dat zit gewoon zo in een zakje. Leuk hè? Vond ik wel heel tof. Ik had er nog even over getwijfeld of ik parmezaan mee wilde nemen naar Nederland. Maar die was helaas niet zo heel erg lang houdbaar. Dus die heb ik laten liggen. Maar ze hadden daar zulke mooie grote blokken parmezaan waar ik echt heel hebberig van werd. Maar ik dacht, ja, dan moet ik thuis zo snel die parmezaan gaan opmaken. En dat vond ik heel erg zonde. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de vleeswaren. We hebben tijdens onze vakantie in Italië echt heel lekker vleeswaren gegeten. En ik dacht van ja, dat kan ik dan nog wel mee naar huis nemen. Maar dan had ik het gelijk weer in het weekend dat we thuis kwamen moeten opeten. En dat vond ik ook weer een beetje zonde. Dus ik ben echt speciaal specifiek voor items gegaan die ik wat langere tijd kan bewaren. En waar ik dus op mijn dode gemakje even wat mee kan gaan doen. Goed, mocht je gerechten of recepten willen zien met een van deze dingen waarin ik het gewoon ga maken. De risotto's bijvoorbeeld. Of receptjes met de aparte pasta's. Of juist die dingen met de rijst. Dan hoor ik het heel erg graag. Heb je vragen over een van deze items? Let me know. Ja, bedankt voor het kijken naar deze culinaire Italiaanse shoplog. En hopelijk zie ik je dan gauw weer. Doei doei!